Ja, nog een goedemorgen. Ja, het is nog morgen. Gelukkig nog wel. Het is net 11:30 geweest. Ik ben al even buiten geweest, omdat ik niet in orde ben. Maar ik hoop dat jullie dit horen. Ja, en dat zie je niet, je hoort het alleen. Erg. Dat is hier de hele ochtend al. En dan wordt er nog geheid ergens. Dat is heel erg druk in de lucht. Wat er aan de hand is hier, weet ik niet. Maar ik ga weer gauw naar binnen. Bij de warme kachel. Zometeen komt Rebecca. Dat is een herrie van je wel. Die kunnen jouw cabine zo wat niet verstaan. Hé, poesbeestjes. Ja, en daar zit de derde. Achter de bank. Hé, prinsesje. En meneertje die hier behoort. Nou, die... werd nog bed. Hij woont niet naar beneden. Nou, ja, toch maar niet. En dus, ja, lieve vrienden. Ik vergeet helemaal wat door die herrie. Maar ik heb ook barstende hoofdpijn. Maar ik wens jullie een heel hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog. En ik hoop dat jullie er weer van mogen gaan genieten. Ik moet mijn computer zelf nog aandoen. En ja, geniet van jullie dag. Doe wat jullie doen moeten. Hier is het koud. Hier regent het om de avondklap. Het is nu dus wel even droog. Ik hoop dat het nou droog blijft. Want ik moet vanmiddag, ben nu verplicht, naar het gemeentehuis te gaan. Ik moet nu toch echt wel mijn paspoort halen. Ja, of ik nou wil of niet, ik moet. Het liefst had ik thuis gebleven, zoals ik me voel. Maar ja, doe je niks aan. Het moet. Punt. Dus ja, ik ga mijn jas weer uitdoen. Ik ga mijn kopje even afwassen. Ik ga koffie maken. Dan is Rebecca hier ook zo wat. Dan gaat dat erachteraan. Dus lieve vrienden, tot straks maar weer. Hé, mijn hondje. Hé, mijn lieve hondje. Ga jij zometeen weer even op huisje passen? Ja. Jij wel, hè? Ja. Ja, lieve vrienden. Ik ga even weer naar het gemeentehuis. Om mijn paspoort te halen en op de terugweg even wat boodschapjes doen. En dan komen we weer gezellig thuis. Ik neem jullie uiteraard even weer mee en ik zal een andere route nemen naar het gemeentehuis. En dan een normale route weer terug. Want het is ook niet al te prettig weer. We hebben een half uurtje geleden ook weer even een buitje gehad hier. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen... geniet van de rit. En we spreken ons straks.
Nou, loopt hij net weer weg. Wat ben je allemaal aan het doen, man? Ja, we zijn dus thuis, lieve vrienden. Jullie zijn meegeweest en wat is het koud? Jullie kunnen het lekker via het schermpje allemaal mee bekijken, maar wat is het koud. Ik ben blij dat het droog is gebleven, dat de zon er doorheen gekomen is. Maar het is ook nog zo ijzig koud. Maar voordat ik wegging, kreeg ik nog post. Ik had nog wat besteld voor het luttele bedrag 1 euro. Ja, lachen. Ik zal het je al even laten zien. Therapiedok. Dat krijgt mijn hondje op zijn tuigie. Dan is die eindelijk voor mij mijn therapiehondje. Ja, ik word rustig door dat beestje. Ja, kan gebeuren, hè. Maar in ieder geval, dat komt op zijn tuigje. En dan gaat hij in training. En dan heeft meneer te moeten. Want hij trekt als een tierenlier. En dat doet dus echt wel zeer bij mij. Ja, dat. Maar dat komt goed. Ik ga nou een bakje koffie maken. En eventjes van de rust genieten. Even mijn bakje koffie en wat lekkers erbij. En dan voordat ik weer aan mijn eten ga beginnen. Want ik heb zin in vis met rijst en weet ik veel wat. Ik weet nog niet wat ik ga maken. Nee, ik heb nog een paar stukjes vlees in de pan zitten. En dan heb ik worteltjes, blikje. En een blikje kippensoep. Ga je eens kippensoep eten? Nou, ik heb nog een stukje vlees in de pan. En dan worteltjes erbij. En er is nog een beetje rijst. Ja, met wat saus maak ik. Ja, waarom niet? Kan ook lekker zijn. Dat ik ga zien dat ik warm word, want ik zit hier te trillen van de kou. Ja, liefie. Ja, mijn liefie schatje. Hé, ja, man. En daar hebben we nog eentje, die rode. Ja. Hoi, man. En om het hoekje zit er een. Ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zeg tot later op de dag. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, en ik heb weer een spiegel klaar. Voor een klant, die wou graag blauw, 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 blauw. Maar ja, alles blauw. Ik heb een kleurtje tussen gedaan, zoals, lila, paars. Het is niet roze. Dat is een ding wat zeker is. En dan robuuste roosjes, een beetje robuust kleurig, echt mannelijk. En hij heeft zelf een blauwe parkiet. Nou, die vogeltjes hebben allebei een blauwe borst. Dus ja, ik denk, huppla. Nou, allebei hebben ze een blauw diamantje en nog een paar in het midden. En dan meer blauw om de rand dan paars. Ja, heel lila paars, weet ik veel. Doet er niet toe, het heeft een kleurtje. En natuurlijk, kijk eens, mooie pauwenveren. Zit ook blauw in. Hebt hij er ook bij, dus ja, Jan van Dam. Je spiegel is dus klaar, jongen. En ja, jij zou zelf opkomen halen, dus bij deze kan je komen. En dat is mijn zoon Harm van de Werf. En dat is mijn hondje in mijn handdoek is voor mijn schoot gevallen, ja. En vrouwtje heeft er verbrand, ja, ik heb er een pleister op, ja. Ja, ik zit een beetje te hoog, schat. En de stoel omhoog. Ja. Kan je nou niet omhoog komen? Nee, mag niet. Nou, ga even af. Ja, je bent lief. Je bent dus kat. Ja, mijn engel. Nou, eventjes weg. Ik ga eerst naar beneden. Ja, vrouwtje eerst naar beneden. Nee, auw, auw. Je doet zo zeer. Oh, boefie. Oh, dankjewel, schat. Hé, malle jongen. Ja, ik vind hem toch heel mooi, hè. Ook zo als je er zo naar kijkt. Het heeft wel wat. Toch? Ja, en hij wou hem op tafel hebben leggen en wou hij zelf al een kaars erbij kopen. Dus ja, deze spiegel is dan zonder kaars.
Ik wil er wit op. Nou, die heeft hij nog. Nou, dat kan erbij. Ja, en wil hij er een andere op? Ja, dan koopt hij dit keer zelf maar één. Simpel. Maar hij is mooi. Toch? Nou, lieve vrienden, ik zal de troep opgeruimen. Ja. Dan kan ik straks weer aan mijn eten beginnen. Die ligt af te koelen. Die is kokend eten. Net zoals ik al zei, mijn vinger verbrand. Grootste ligt vol lijm. Want er kwamen slierten vanaf. Ja, niet leuk. Ik weet niet. Nou ja, in ieder geval, lieve vrienden, ik zeg tot straks. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn kippensoep al op. Die hak ik eerst. En dan heb ik worteltjes. Meer dan genoeg voor mij. Met een stukje vlees. En ja, mijn wijn die is bijna op. Daar staat mijn koffie. En wie zit daar in de telefoon aan de andere kant van de lijn? Nee, niet Karin. Nee, die is het dit keer niet. Dit is Jan van Dam uit Emmeloord. Ja, die heb ik even lekker gezellig aan de telefoon. Moet kunnen. Ja, zeker weten. Oh, dat zegt hij even. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Het is weer avond geworden. Mijn hondje is buiten momenteel. Ik zal even het licht aan de voorkant aandoen. Zo. En ja, het is weer helaas tijd om te gaan sluiten. En ik weet niet eens niet. Ja, ik weet het alweer. Het is nog steeds de 5e van de 4e 2018. Het is nu 17 minuten over 8 in de avond dus. Momenteel reclame van goede tijden, slechte tijden. En ik wil graag zeggen, fijne avond. Ik moet straks wel trusten. En dit was nog gelijk tevens het einde van vlog 153 alweer. Ja, 153. Jullie verstaan het goed. En ik zal kijken of mijn hondje al bijna zover is. Die loopt lekker te struinen. Ja, even piezen natuurlijk. Het zal niet zo. En kijk eens wie we daar hebben liggen. Die ligt er ook zo lekker erbij. En mijn andere prinsesje die is weg. Weet ik niet. Die zal naar boven wezen. Nou, en we hebben weer een prachtige mooie blauwe hemel. De zon die heeft in de namiddag geschenen. En daar komt ons hondje aan. Dat, ja, het was verder aardig weer, enkel koud. Dat ik hoop dat we de temperaturen dan beter gaan krijgen. En ik zeg tegen jullie allemaal, verder, hele fijne avond. Welterusten, slaap lekker, mooie dromen, God zegen. En tot aan de andere kant van de nacht, bij weer een nieuwe vlog. En dat wordt dan 154. Ja, zo gaan we langzamerhand omhoog klimmen naar vlog 200. Ja, dus ik zeg lieve vrienden, tot later. Doei doei.